De politie is een onderzoek begonnen naar een man die mogelijk jongeren recruteert in een woonopvangcentrum van Kumpana en de Bocht om mee te vechten met de IS in Syrië en Irak. De man komt aardig over, maar desondanks zijn die jongeren erg angstig. Het gaat om een kleine, lichtgetinte man tussen de 28 en 34 jaar met een sik.